Welkom bij Studio Vlaams Parlement. Bij ons SPA, parlementslid Hannes Anaf, welkom. Dank u. Ja, het was trouwens ook, u bent nieuw in het parlement, zit uw maidenspeech eigenlijk in deze plenaire. Meteen over die kinderarmoede. Je kan over de vorige regering als oppositie veel zeggen. Ze ging de kinderarmoede halveren, dat is niet gelukt, maar ze had wel een duidelijke doelstelling. Vindt u dat terug in dit regeerakkoord? Nee, totaal niet eigenlijk. Er wordt over armoede heel weinig gezegd. En de maatregelen die dan worden voorgenomen, die overtuigen mij zeker niet dat er nu wel significant verbetering gaat zijn aan die kinderarmoedecijfers. Het is trouwens ook geen toeval dat mijn medespeech over kinderarmoede ging. Dat is ook een van de motivaties om naar dit Vlaams parlement te komen. Ik ben heel lang lokaal actief geweest, schepen geweest in de stad Turnhout, ja. Waar wij eigenlijk onze cijfers enorm hebben zien toenemen. En waar je toch ziet dat er echt een grote handvaten om echt iets aan die kinderarmoede te doen. Hier op dat Vlaams niveau zitten en die kinderbijslag, ik heb er ook naar gerefereerd, dat is nu een van die grote dingen waar je echt iets aan kan veranderen. Het gaat dan over die kinderbijslag in het geval van het derde kind, de niet-indexering, maar de minister zegt daar dan, de middelen die we daar weghalen, die gaan naar bijzondere jeugdzorg en naar kinderopvang. Net naar die jongeren die meer nodig hebben, die kwetsbaar zijn. En dat die extra nodig er zijn, dat ga je me niet horen zeggen dat dat niet waar is. Er gaat trouwens veel te weinig nog naar die extra nodig. Ik denk de wachtlijst in de zorgsector, daar zijn ook geen antwoorden op. Het geld dat daar extra wordt voorzien, gaat de wachtlijst alleen maar doen toenemen. Maar tot de kern van de zaak rond die kinderbijslag. Zij gaan net de niet-indexering doen, want zo verkondigen ze het dan. Het is minder meer dat de mensen gaan krijgen. Maar het zijn net bij die gezinnen die extra kwetsbaar zijn en die een hoger armoederisico hebben, zijn de grote gezinnen vanaf drie vanaf kinderen. Vanaf drie of vier kinderen, dat ging over... Ja, dat klopt. Voor een gezin van drie kinderen zou het tot 1000 euro zijn over de hele legislatuur, dat zij minder gaan ontvangen. En voor mensen die in kwetsbare situaties leven, is dat veel geld en kan dat een verschil maken tussen net wel of net niet aan die armoededrempel komen. Dus ik vind dat eigenlijk een zeer slechte beslissing van deze Vlaamse regering. En ik hoop dat we daar nog iets aan kunnen doen. Maar als ik het antwoord van de minister zag, dan vrees ik daarvoor. Ja, u hoorde hem. Hè. Hij wees meteen op de vele andere beleidsdomeinen. Dat we allemaal samen met hem, met zijn collega-ministers, aan die kinderarmoede of die moeten terugdringen. Ja. Verschillende beleidsdomeinen, maar hij somt ook op. Er is die jobbonus voor mensen die voor de laagste lonen, 50 euro netto per maand meer mensen aan de slag krijgen. Dat is de beste sociale zekerheid. Deze regering pakt het misschien gewoon anders aan als je meneer Beke hoort. Meneer Beke heeft gelijk als hij zegt dat kinderarmoede een complex probleem is, dat over alle beleidsdomeinen moet bekeken worden. Alleen zie ik in dit regeerakkoord veel te weinig handvaten om echt iets aan die armoede te doen. En wat zou je dan bijvoorbeeld wel moeten doen? Los van dat kindergeld, wat zou je wel kunnen doen dan? Hoe ga je die budgetten dan besteden? Wel, alle armoede-experts in Vlaanderen zeggen dat er veel te weinig gebeurt rond de kinderbijslag, maar ook in de sociale huisvesting bijvoorbeeld. En er zijn eigenlijk heel veel verschillende energiefacturen. Is nog een hele mooie. Men ging de energiefactuur doen naar beneden gaan, wat voor veel mensen ook een heel concreet verschil zou maken. Al die extra kosten uit de factuur zouden verdwijnen. Dat zijn beloftes van bijna alle regeringspartijen. Daar wordt wat aan gesleuteld, daar gaat niets mee gebeuren. Alleen openbare verlichting gaat uit de facturen, dat is een marginaal bedrag. De factuur gaat niet naar beneden gaan. Men heeft ook al gezegd, dus we hebben trouwens in de Federale Kamer ook een wetvoorstel ingediend om die btw terug van 21 naar 6% te laten gaan. Dat zijn dingen die ervoor kunnen zorgen dat het voor mensen wel terughaalbaar is. Maar hij verwijst dan bijvoorbeeld naar zijn voorganger op Welzijn, ook CD&V natuurlijk, met Van Deurzen. Hij pakt uit met wat die heeft binnengehaald, het aantal sociale toeslagen klinkt het dan, verdubbeld naar 353.000 minderjarigen. Ja, daarmee kan hij schermen natuurlijk met wat die voorganger gedaan heeft. Klopt dat of wat is daarvan? Hij kan er natuurlijk mee schermen, maar wij hebben met onze fractie ook altijd gezegd, je hebt een basisbedrag en het is belangrijk dat elk kind is gelijk, elk kind moet kinderbijslag krijgen. Maar je kan spelen met het basisbedrag en sociale toelagen. We hebben altijd gezegd, doe dat basisbedrag een stukje naar beneden, zodat zeker voor de gezinnen die het eigenlijk echt niet nodig hebben of minder nodig hebben, en zorg er dan voor dat je extra sociale toeslagen kan geven, net aan die gezinnen die het wel meer voor de allerarmsten en geen basisbedrag. Wel een basisbedrag voor iedereen, maar wel minder groot dan het nu is. Uit de armoedetoets die in de tijd ook gedaan is bij de invoering van dat groeipakket, blijkt ook dat het effect daarvan op de kinderarmoede ook maar heel klein zou zijn. Dus men kon daar veel verder gegaan zijn in de aanpak van kinderarmoede. En dat is iets wat ik de vorige Vlaamse regering, met de huidige regeringspartij trouwens, echt wel verwijt, dat ze daar een heel grote kans hebben laten liggen. Een zinnetje dat nu al beroemd is hier in de Vlaamse politiek is minder meer, met minder meer doen. Hoe zit het met
als u een voorspelling kan maken met kinderarmoede tijdens deze legislatuur? Wel, ik hoop natuurlijk dat we kunnen zeggen dat er tegen het einde van de legislatuur veel minder kinderarmoede is. En de regering gaat in mijn fractie ook echt een partner vinden om daar aan te werken. Maar ik vrees, als ik het regeerakkoord lees en als ik ook luister naar armoede-experts, armoedeorganisaties, dat de meest realistische ambitie die deze regering zou kunnen ponderen is van we gaan niet naar minder kinderarmoede, maar naar minder meer kinderarmoede. Ik heb daarnet ook aan collega of minister Diependalen verteld. Chapeau dat hij dat thuis uitgelegd krijgt aan zijn kinderen. Krijgt u het uitgelegd aan uw kinderen? Mijn kinderen zijn ook nog kleiner. Ik heb aan meneer Diependalen gezegd, hij weet de leeftijd van mijn kinderen nog niet, maar ik heb hem uitgenodigd om mij te komen helpen om het uit te leggen. Ik ga hem niet vragen om het aan mijn dochtertje van 11 maanden uit te leggen. Dat zou raar zijn. Maar mijn zoontje van bijna 4, als hij daaraan uitgelegd krijgt dat er in zijn klasje minder meer kinderen in armoede gaan zitten en niet minder kinderen in armoede, dan krijgt hij van mij, dan ga ik hem eens goed tracteren, denk ik, en dan krijgt hij al mijn respect. Trouwens, laatste vraagje. U werd even berispt door de nieuwe voorzitter Homans. U mocht over iets niet spreken. Wat is dat juist? Ja, er was inderdaad de afspraak om het niet over de cijfers te hebben. Nu, ik vind dit een fundamenteel debat. Dat is een ander over debat. De begroting. Nu, ik vind gewoon, het ging mij over de maatregel die men wil nemen in die kinderbijslag. En daarbij, ik begrijp natuurlijk dat de voorzitter streng moet zijn, maar ik heb haar ook redelijk vriendelijk aangepakt in de commissie ad hoc over kinderarmoede. Ik had daar veel verder in kunnen gaan. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ik heb mijn punten wel kunnen maken, denk ik. En ik ga ook op die nagel blijven kloppen de volgende dag. Dank u wel, meneer Anaf, voor ook uw eerste gesprek hier, na uw eerste toespraak in de plenaire, hier in de studio. U mocht niet zeggen over dissenten, want daar gaat het morgen over. En dat kan u volgen. De commissie over de begroting, u weet wel, die werd geannuleerd door een bommelding. Donderdag praten ze erover verder. U kan dat live volgen vanaf 10 uur en nadien opnieuw inpikken om 14 uur. Ik heb in de studio ook dan gesprekken met leden van meerderheid en oppositie. Die zijn te bekijken op Vlaams Parlement TV vanaf 18 uur.